Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Liam en zoals jullie kunnen zien ben ik bij de Elshoeve. En ik zit daar bij het partycentrum gebeuren. En omdat de opa en oma 60 jaar getrouwd zijn, geven ze hier een feestje. En dames en heren, wat ook heel bijzonder is aan de Elshoeve, is omdat dit ook een camping is. En nu zullen jullie zich weer afvragen, Liam, waarom ben je nu op de camping de Elshoeve? Wel, dat ga ik jullie nu vertellen. Opa en oma zijn 60 jaar getrouwd. En daarom geven ze hier bij camping Elshoeve een feestje. En daar, dames en heren, is het grote feestzaal waar ze hun 60-jarige jubileum aan het vieren zijn. En, dames en heren, omdat ze 60 jaar getrouwd zijn, gaan we hier met z'n allen heerlijk eten. Het duurt tot half 11 uur. En ik loop hier nu op de camping, de Elshoeve. En er is ook heel lekker eten. Ja, dan heb je druk. En dat ga ik jullie nu laten zien. Kijk. Zoals jullie kunnen zien, staat hier een heleboel lekker eten. Ik wil er niet op. Kijk. Salade. Pannenkoekie. Kijk. Hier staat ook lekker eten. Maar dames en heren, dat was nog alles, want 4 jaar geleden had ik hier mijn 21ste verjaardag gevierd en dat was super leuk. Ja, en dat vond ik heel erg leuk. Dan had ik ook hier opgetreden en ja. Nu ben ik hier gewoon na 4 jaar gewoon weer op de camping de Elshoeve. En dat vind ik heel erg leuk. Maar dat, dames en heren, is nog niet alles. Ze hebben hier bij camping Elshoeve ook een zwembad. Kijk maar. Kijk. En ze hebben hier ook een speeltuin met grote luchtsprinkussen. En omdat camping Elshoeve ook een camping is, staan er hier ook wat caravans met tenten die opgebouwd zijn. En dat allemaal voor de komende zomervakantie. Dat is natuurlijk super leuk. En ja, ik ga nu zometeen lekker feesten. En ja, dat was de vlog over camping Elshoeve. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Abonneer mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer bij een gloednieuwe video. En zoals ik natuurlijk altijd zeg, dikke vette peace.